Goedenavond allemaal en bedankt voor vanavond naar hier te komen. Bedoeling van vanavond, van mijn kant, is om u een beetje uitleg te geven van wat staat er nu op stapel, wat ligt er op tafel op het vlak van het materieel beheer in onze VPW's, in onze verenigingen van parochiale werken. En voor ik u zeg van wat er op de tafel ligt, wil ik misschien even ingaan van waarom komen we met een aantal veranderingen? Is dat omdat we hoesting hebben om te veranderen of hebben we daar goede redenen voor? We denken dat we daar een aantal goede redenen voor hebben. Een eerste reden is eigenlijk onze VPW's, onze gelden en onze gebouwen van de parochie, die zitten nu in VPW-dekenaat Herend. En in die VPW zitten alle parochies van Herend, van Kortenberg en van Kampenhout. Maar een jaar geleden ongeveer, wij hadden 15 dekanaten. Een van die dekanaten was dekanaat Herend. Hebben wij eigenlijk gezegd, we gaan die 15 dekanaten niet behouden. En we hebben die 15 dekanaten afgeschaft en we hebben die vervangen door 4 regio's. In uw geval de regio Leuven, dus dat is een stuk groter geworden. We hebben er ook in elke regio voor gekozen om niet alleen meer een deken aan het hoofd te zetten, maar om er een ploeg aan het hoofd te zetten. De deken kent u, want dat is Patrick Maarvoet, die hier lange pastoor geweest is. Maar we hebben daar een ploeg van 5 mensen gezet. Een deken, de econoom, Peter Goossens, die daar zit. Een jeugdpastor, een vormingsmedewerker en iemand om parochieploegen en zonenploegen te begeleiden. Dus dat hebben we nu ongeveer een jaar geleden gedaan. Een tweede verandering aan pastorale kant. U weet, een paar jaar geleden heeft onze vorige bisschop, Monseigneur Lemmens, het idee gelanceerd, laat ons pastorale zones oprichten. Laat ons de verschillende parochies meer laten samenwerken in een pastorale zone. Eentje per gemeente. Nu, we zijn daar nog niet in deze streek, maar onze nieuwe bisschop, Monseigneur Van Houten, die heeft onlangs de pastoren samengebracht om dat idee te herlanceren. En er waren vanuit verschillende mensen en vanuit verschillende kanten opmerkingen gemaakt. Goh, een pastorale zone, je hebt dat toch wel moeilijk gemaakt. Die lat ligt hoog, dat is niet evident. Wel, we hebben goed geluisterd naar die opmerkingen en we hebben het gemakkelijker gemaakt. We hebben die opmerkingen meegepakt en er gaat nu opnieuw ingezet worden om tot pastorale zones te komen. Kampenhout, Kortenberg, Herend. Dat is aan de kant van de pastoraal. Maar als ik nu kijk aan de kant van het materieel beheer, van de centen en de stenen, dan zijn er toch ook een aantal zaken waarom we een aantal dingen moeten veranderen, denken we. En het eerste is, en ik vertel u niks nieuws, we hebben een opvolgingsprobleem. Als we kijken, de vrijwilligers in onze kerk, zowel voor catechese, maar ook voor materieel beheer, ons aantal vrijwilligers is serieus verminderd. En onze vrijwilligers zijn vergrijsd, dus we hebben minder mensen en ze zijn ouder. Dat is één ding, maar tegelijk maakt de overheid het ons altijd ingewikkelder. Er komen meer regeltjes bij, meer boekhouding, meer zaken. Dus we zitten met meer werk, dat moet gedaan worden door minder mensen. Hoe gaan wij dat in de toekomst doen? Dat is iets wat ons echt wel bezighoudt. Een andere zaak. En dat is ook geen nieuw feit, de inkomsten uit de kerk, hetgeen er zondags in het mandje gelegd wordt, het aantal uitvaarten, het aantal kerkelijke huwelijken, ja, dat is een dalende lijn. Onze inkomsten verminderen, we weten dat allemaal. En de laatste jaren is daar nog bijgekomen dat het geld dat de parochies hebben, niks meer opbrengt. De interesse zijn nul, of bijna nul, of nu soms al onder nul. Dus eigenlijk als wij naar alle parochies van Vlaams-Brabant samen kijken, met al het geld dat die op de banken geparkeerd hebben, wat heeft dat opgebracht het voorbije jaar? Wel, het heeft niks opgebracht. Integendeel, er is zelfs nog een beetje afgegaan. Dus ons geld verdampt. Dat is toch ook een belangrijke zorg voor ons. En dan een laatste ding is van, ja, we zien toch, we hebben onze parochies en we hebben onze parochiezalen en die doen alle twee zeer goed werk. De parochies, ja, dat gaat over ons geloof,
de parochiezalen, dat gaat over gemeenschapsleven en verenigingen, alle twee heel waardevol. Maar op sommige plekken is dat toch een beetje uit elkaar gegroeid, in de zin dat in veel parochiezalen, daar komen heel veel verenigingen, maar de afstand tussen sommige van die verenigingen en de parochie zelf is soms groter geworden. Hè? Op sommige plekken zit dat dicht bij elkaar, op andere plekken wat verder. Maar dat is toch ook een evolutie van de voorbije jaren. En dan zijn we gaan denken, hoe kunnen we nu al die verschillende elementen meepakken om dat ook in de toekomst op een goede manier te doen. En dan zijn we tot het idee gekomen, oké, die 15 decanaten hebben we niet meer. Hoe zouden we het nu in de toekomst willen structureren? En we zouden dat op 3 niveaus willen doen. Het eerste niveau, dat is nog altijd een pastorale afdeling. Zoals u nu verschillende afdelingen hebt, eentje per parochie. We willen het zo dicht mogelijk bij de mensen houden. In de toekomst zien we wel 1 afdeling per pastorale zone. Dus 1 afdeling Kortenberg, 1 afdeling Kampenhout, 1 afdeling Herend. Maar in die zone, daar situeert zich het meeste van wat er met geld en goederen gebeurt. Zo dicht mogelijk bij de mensen, zo dicht mogelijk in de lokale gemeenschappen. Die afdelingen die blijven ook hun autonomie houden. Hè? Die hebben vandaag een grote autonomie en die zullen morgen ook een grote autonomie hebben. Dus het geld van Kortenberg, om het heel simpel te zeggen, dat blijft in Kortenberg. Het geld van Kampenhout blijft in Kampenhout. En dat wordt geleid door mensen van ter plekke. Door vrijwilligers die met geld en goederen bezig zijn uit, in uw geval, uit Kortenberg. Met een vrijwilligersploeg wordt ter plekke beslist in overleg met de pastorale verantwoordelijke. En 1 iemand is dan afdelingsafgevaardigde, dat is de man of vrouw die het dan coördineert voor het geheel. Dus de belangrijkste blok, de afdelingen zoals we die nu kennen, dat blijft ook in de toekomst bestaan. Ik vergelijk dat soms met het verbouwen van een huis, waarbij we zeggen, onze funderingen en onze benedenverdiepingen, die blijven hetzelfde. En het zijn enkel de bovenverdiepingen die we willen verbouwen. Boven die afdeling, een tweede niveau, tot nu toe was dat het decanaat Herend, dat zou dan in de toekomst de regio Leuven zijn. Ja, dat is logisch, hè, want Herend maakt nu mee deel uit van de regio Leuven. De grotere dossiers, als het over veel geld gaat, of over het kopen of verkopen van gronden en gebouwen, dan moet dat dossier ook daar passeren. Dat is nu het geval met uw raad van bestuur van de VPW. In de toekomst zal dat in dat regiocomité gebeuren. En als u nu vraagt wie dat regiocomité, wie zijn dat? Hè? Welke mensen zijn dat? Gaan ze dat in Mechelen beslissen of hoe gebeurt dat? Nee, dat regiocomité, regio Leuven, dat zullen mensen van hier zijn. Hè? Ook 2 uit uw streek, 2 uit Leuven, 2 uit Overijse enzovoort. Dus jullie zelf, uw mensen, zitten mee aan de knoppen, ook voor de grotere dossiers. Een derde en laatste niveau, dat is het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Dat is het niveau van de nieuwe raad van bestuur. Wat moeten die mensen doen? De allergrootste dossiers beslissen, hè, als het over meer dan 500.000 gaat, maar dan spreken we over hè, zeer veel geld, dat moet daar gebeuren. En wat we daar ook willen doen, we willen zorgen dat onze gelden gaan renderen. En hoe gaan we dat doen? Nu heeft elke afdeling spaargeld bij KBC of bij Belfius of bij Fortus enzovoort, maar dat brengt niks op omdat het over niet veel geld gaat. In de toekomst willen we eigenlijk met een soort interne spaarrekening werken. Dus dat Kortenberg spaarcenten heeft intern in onze stichting. Kampenhout heeft er ook, Tienen heeft daar spaarcenten, Halle. Dat blijft voor uw afdeling bestemd. Dus het geld van Kortenberg blijft voor Kortenberg. Maar naar buitenuit, om naar de banken te stappen, gaan we dat bundelen. Zodat we bij de banken aan betere voorwaarden ons geld kunnen uitzetten, zodat dat geld gaat renderen en dat ons geld terug iets gaat opbrengen, zodat dat meer geld gaat opleveren voor u, voor de parochies ter plekke. En ook een stukje ervan, want dat moeten we heel eerlijk zeggen, we hebben die 4 regio's gemaakt, 4 regio met 5 mensen. We hebben daar veel mensen vanuit ons vicariaat die we hadden daar ingezet, maar we hebben er ook een aantal nieuwe moeten aanwerven. Dus de meerkost daarvan, ja, we gaan geen factuur naar u sturen, want ik weet dat niemand op een factuur uit Mechelen zit te wachten. Maar we willen dat eigenlijk financieren door ons geld beter te laten renderen. Dus ons geld beter laten renderen,
om die meerkosten te betalen, maar ook om meer geld voor de parochies te genereren. Dat is wat we daarmee willen doen. En we hebben voor die structuur, hè, dat zal dan niet meer de VZW-VPW zijn, maar dat gaat de Stichting van Openbaar Lut, Vlaams Brabant en Mechelen zijn. En in die stichting dus drie niveaus, de lokale afdelingen, de regio, het vicariaat. Op dezelfde manier opgebouwd dan dat de pastoraal werkt, hè, dus dat dat mekaars spiegelbeeld is. Wil dat nu zeggen dat de VZW-VPW verdwijnt? Nee, die verdwijnt niet, want onze zalen, de exploitatie van de zalen, hè, met de verenigingen en de verkoop van drank en de verhuur dat er allemaal gebeurt, dat blijft in de VZW. Dus we doen twee dingen. De VZW zal in de toekomst een VZW van zalen zijn, van zaalexploitatie. De zalen zullen daar verder in uitgebouwd worden. Maar de pastorale afdelingen, die komen in de Stichting van Openbaar Nut. Dat is hetgeen ik daarnet een beetje zei, hè. Het verschil tussen die beiden is wat groter geworden en we trekken dat nu ook wat door in onze structuren. De zalen in de VZW, en die zalen kunnen perfect verder doen, die houden hun spaargeld met hun eigen mensen, besturen die hun zaal verder. En de pastorale afdelingen, hetzelfde, maar binnen de stichting. Dus dat is in grote lijnen wat er nu op de tafel ligt. Ik probeer het duidelijk te maken langs een andere inzijpoort door te zeggen van aan de ene kant wat blijft er, wat verandert er niet, hè? Dat is belangrijk. Het eerste dat blijft, en ik kan dat niet genoeg benadrukken, de lokale afdeling, de afdeling Kortenberg, dat blijft de basiseenheid. Daar worden 80% of 90% van de beslissingen genomen, lokaal. Die afdeling heeft haar eigen geld, haar eigen vrijwilligers, haar eigen verantwoordelijken, die samen met de pastorale verantwoordelijken over geld en goederen spreken. Ja, dus dat blijft echt ter plekke, blijft autonoom. Dat was zo, dat blijft zo. Wat blijft er nog? Een getrapt beheer. We hadden dan nu ook al een drietrapsraket van parochie, dekenaat, vicariaat. Het blijft een drietrapsraket, maar ze verandert een beetje. Zone, regio, vicariaat. Dus we blijven met een getrapt beheer werken. En wat ook blijft, een derde punt, het zaalbeheer, dat blijft zoals het is. De lokale zalen, die worden verder beheerd door de mensen die dat nu doen. Die beslissen over hun zaal, die beslissen over de prijzen, wie dat mag verhuren, wie dat niet mag huren. Of dat morgen hun dak hersteld wordt, of dat er een nieuw chauffage gelegd wordt. Dat wordt allemaal in uw zaalafdeling beslist. Dus dat zijn allemaal punten die blijven zoals ze zijn. En natuurlijk als we zeggen wat blijft er, ja, dan moeten we ook zeggen wat verandert er, hè, om het heel duidelijk te maken. Het eerste puntje is het niveau van de afdelingen. Tot nu toe was een afdeling een parochie. In de toekomst zal een afdeling samenvallen met de zone, hè, in uw geval met zone Kortenberg. Als we dat doen, dan is dat geen opslorping van de ene door de andere. Die afdeling Kortenberg, die is er voor heel Kortenberg en voor iedereen van de verschillende parochies. Iedereen is daar evenwaardig lid van. En die afdeling zorgt voor de pastoraal onder iedere kerktoren. Hè? Dus alle parochies, alle gelovigen, alle vrijwilligers zijn evenwaardig lid van die zone. Dat is een belangrijk punt. Hier staat een puntje over zalen, 3b, maar dat mocht je vergeten, want dat is hier al in orde. Hè? Op sommige VPW's zitten die zalen en parochies nog door elkaar, maar hier is dat proper onderscheiden. Dus eigenlijk is dat ook niet iets dat hier verandert. Wat verandert er wel? Na deze overgang, de VZW-VPW zal een VZW zijn die nog voor de zalen instaat. Het pastoraal gedeelte zal in de stichting zitten. Dus dat is een verandering tegenover de situatie zoals ze nu is. En dan, en dat is een belangrijk punt, een stichting, er zijn twee verschillen met een VZW. En het eerste punt is positief en het andere is negatief. Wat is het positieve punt van een stichting? Een stichting moet geen patrimoniumtax betalen. Dus onze parochies gaan in de toekomst minder belasting moeten betalen. Dus we gaan wat meer geld overhouden. Als we over heel Vlaams-Brabant en Mechelen kijken, dan scheelt het ons ongeveer 125.000 euro.
Dus dat is toch een serieus bedrag dat in onze parochies blijft en dat we daar kunnen gebruiken. Maar er is ook een negatieve kant aan de stichting. In een VZW, een VZW heeft leden, dat is een ledenorganisatie. Hè? En daar zijn 20 of 30 of 40 mensen lid van. Een stichting heeft geen leden. En het nadeel is, ja, dan heb je ook geen algemene vergadering. Maar wij willen absoluut, die stichting die moet transparant zijn. De bestuurders die moeten verantwoording afleggen. Dus alhoewel dat de wet geen algemene vergadering voorziet, hebben wij ervoor gekozen om in onze stichting, en we hebben het dan een andere naam gegeven, een consultatieraad te maken met mensen uit al de verschillende afdelingen die een paar keer per jaar samenkomen, waar de begroting besproken wordt, waar de jaarrekening voorgelegd wordt, waar het beleid verdedigd en uitgelegd wordt en waar alle lokale afdelingen ook voorstellen kunnen doen, vragen kunnen stellen, kritiek geven. Want wij willen geen bestuur op zichzelf dat aan niemand verantwoording moet afleggen. Dat zou totaal verkeerd zijn. Dus we willen verantwoording afleggen en we hebben in de stichting iets ingebouwd dat zoveel mogelijk op een algemene vergadering lijkt. Elk bestuur, ook in de kerk, moet verantwoording afleggen aan de mensen. Dat lijkt ons normaal en dat willen wij dus ook absoluut doen. Wij hebben dat ondertussen twee keer besproken met de raad van bestuur van VPW Dekenaat Herend. We hebben dat ook op een algemene vergadering van VPW Dekenaat Herend gebracht. We hebben daar op sommige punten waren er wat tegenvoorstellen van ja, zouden we het niet beter zo doen in plaats van zo. We hebben ons voorstellen daar ook mee bijgestuurd. Hè. Een belangrijke zorg van uw raad van bestuur bijvoorbeeld was om die zalen absolute zekerheid te geven dat die kunnen verder doen. Wel, we hebben dat ook goed ingebouwd. Elke zaal kan verder doen, tot in der eeuwigheid in principe. Natuurlijk, als er een zaal is waar geen vrijwilligers meer zijn, waar we geen mensen lokaal hebben, ja, dan moeten we er iets mee doen. Maar zolang u mensen hebt die de zalen exploiteren, hebt u absolute zekerheid dat dat voort kan. Dat is één voorbeeldje van een verbetering die door uw raad van bestuur aangebracht is. Dus we hebben dat dan in die 15 VPW's gedaan. Hè. We hebben onze tour verschillende keren gemaakt. We hebben die voorstellen nu een beetje in een definitief jasje gegoten. Dat is nog eens op de raad van bestuur gepasseerd. En onze volgende stap zal zijn om naar de algemene vergadering van VPW-dekenaat Herend terug te gaan. Om het ook daar voor te leggen, daar nog eens te bespreken en daar te vragen of men daarmee kan instemmen. Dat is het punt waarop wij staan en op de laatste bespreking van de raad van bestuur was gezegd, heel terecht, van ja, maar laat ons ook met ons federatieploeg spreken, dat die mensen ook weten wat is er bezig, wat ligt er op tafel enzovoort. Vandaar dat Chantal deze avond georganiseerd had. En het was de bedoeling om de drie federatieploegen hier te hebben. Oké, goed, door omstandigheden is dat blijkbaar niet het geval. Maar in ieder geval ben ik blij dat we u tekst en uitleg kunnen geven van wat ligt er op tafel, wat is er bezig. Ik heb mij nu beperkt tot het belangrijkste om u een zo goed mogelijk beeld te geven en om u ook nog de gelegenheid te geven om vragen te stellen of opmerkingen. Want ik kan mij voorstellen als u dit hoort, want dit is misschien de eerste keer voor sommigen dat u dit hoort, dat u daar wel vragen of opmerkingen bij heeft. Dus stel ze gerust, geef ze gerust, want daarvoor zijn we hier natuurlijk. Hè. Dus Chantal vraagt, hoe behouden we die band tussen de parochies en de zalen? Hè, waar die band goed is, hoe kunnen we die zo goed mogelijk behouden? Ik denk op twee manieren. Als de band tussen de parochie en de zaal goed is, dan zijn dat waarschijnlijk deels dezelfde mensen of mensen die een goede band hebben ter plekke die daarin zitten. Als dat zo is, dan moeten we die band behouden en koesteren. Hè, dat de mensen van pastoraal mee in die zaalploeg zitten. Dat is een heel goed punt. En een tweede ding om dat goed op te volgen is, denk ik, de raad van bestuur van VPW Dekenaat Herend, die er nu is en die dat heel goed doet. Als ik het goed begrepen heb, de meeste van de bestuurders willen dat wel verder doen. En die weten natuurlijk, die kennen die zalen goed, die kennen de pastoraal goed. Chantal en Bart zitten ook in die raad van bestuur, hè, dus uw pastorale verantwoordelijken zitten daar ook in. Dus ik denk dat ook dat een goed forum is om te bewaken dat waar er een goede band is tussen pastoraal en zaal, dat we dat proberen zo te houden. Dat is een heel goede vraag en je brengt mij bij een punt dat ik niet expliciet gezegd heb, inderdaad. Dus in hetgeen we nu doen, dus de pastorale afdelingen, die gaan van de VPW naar de stichting.
De zaalexploitatie, die blijft in de VZW, maar het eigendomsrecht van de zaal, dat volgt de parochie. Dus het eigendomsrecht gaat mee met de parochie in de stichting. Dus de parochie blijft eigenaar van haar zaal, of zalen, als er die zijn. Het eigendomsrecht kleeft aan de parochie. Maar zolang er een zaalploeg is, wordt het geëxploiteerd in de VZW. En stel dat een zaal binnen 10 jaar, zeg maar iets, daar zijn geen mensen ter plekke meer die die zaal kunnen of willen exploiteren, die zaalwerking stopt. Ja, op dat moment moeten we ze dan laten stoppen, als het niet meer kan, kan het niet meer. Maar het eigendom zit al mee bij de parochie. En het is die parochie die op dat moment kan zeggen, ja, ons zaal, het kan niet meer, wat gaan wij nu met die zaal doen? Wat gaan wij met dat onroerend goed doen? Dus dat is een heel terechte vraag, ik had het niet expliciet gezegd, maar het zit wel in onze documentatie voor de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, want we hebben daar ook nog even over gediscussieerd, maar dat is een belangrijk punt. Ja, dus je zou kunnen zeggen, de naakte eigendom zit in de stichting, maar de stichting kan met die zaal niets doen zolang het goed beheerd wordt. Zolang er een beheer ter plekke is, blijft dat beheer autonoom. En als dat beheer ooit zou stoppen, en we hebben dat de voorbije jaren al op een aantal plekken in het vicariaat gezien, dat er geen opvolging is, ja, op dat moment, en pas dan als het stopt, ja, dan is de parochie aan zet om te zeggen, ja, die zaal staat er nu en ze wordt niet meer gebruikt, wat gaan we ermee doen? Ja, idem dito, een zaal waarvan de kerkfabriek eigenaar is. De kerkfabriek blijft eigenaar van die zaal. Voor de kerkfabrieken verandert er eigenlijk niets in dit concept. Dus de kerkfabriek blijft eigenaar. Die zaal wordt geëxploiteerd in de VPW. En stel hetzelfde voorbeeld, binnen 10 jaar zijn daar geen mensen meer die het willen doen. Is er geen exploitatie meer? Ja, in dat geval is het dan de kerkfabriek die aan zet is van wat gaan wij met die zaal doen? Ja, maar pas op, we moeten het onderscheid maken tussen wie er eigenaar is. Als de VPW eigenaar was, gaat dat mee naar de stichting. Want dan is het van de parochie en blijft het bij de parochie horen. In het geval dat een zaal eigendom is van de kerkfabriek, ja, dat is nu ook het geval. Dus het eigendomsrecht wijzigt niet. En wie er dan vroeger in die zaal geïnvesteerd heeft, dat is dan dikwijls de parochie, ja, laat ons op het moment dat het dan eindigt, daar op een billijke manier met kerkfabriek en parochie naar kijken van wie heeft dat geïnvesteerd en hoe moeten we dat nu op de meest correcte manier regelen. Want een van onze uitgangspunten is, deze verandering mag niemand benadelen. Hetgeen van de zaal is, ja, dat moet bij de zaal blijven. Hetgeen van de parochie is, moet bij de parochie blijven. En ook de kerkfabriek mag niet benadeeld worden. Wat van de kerkfabriek is, blijft bij de kerkfabriek. Ja, op dat moment gaan we die rekeningen salderen, gaan we kiezen welke rekeningen blijven er nu behouden voor Kortenberg, moeten we overschrijven van de ene naar de andere en een aantal rekeningen afsluiten. Wij hebben inderdaad geen uitleg voorzien voor de kerkfabrieken specifiek, omdat er voor hen eigenlijk niks verandert. Dus de kerkfabrieken worden niet samengevoegd, elke kerkfabriek blijft apart. De mensen die in die kerkfabriek zitten, blijven in die kerkfabriek. Maar hetgeen we wel gedaan hebben, wij sturen om de 3 maanden een nieuwsbrief rond naar alle kerkfabrieken en alle VPW's. Daar hebben we dat ook wel al herhaaldelijk ingezet. Dus de meeste kerkfabrieken zullen er wel al iets van opgevangen hebben. Maar hebben wij het specifiek voor de kerkfabrieken uitgelegd? Nee, niet echt. Vanuit de redenering dat er voor hen eigenlijk niks verandert. Maar u mag dat blaadje dat u meegekregen hebt, u mag dat gerust doorgeven aan de kerkfabriek. Dat is geen geheim. Hoe meer mensen erover weten, hoe beter. Maar ik zou zeggen, u mag dat zeker aan de mensen van de kerkfabrieken doorgeven en die uitleg geven. U mag hen zeggen dat dat ook in onze laatste nieuwsbrieven gestaan heeft. En als de kerkfabrieken daar vragen over zouden hebben of meer uitleg over willen, ze mogen gerust Peter of mij contacteren. En dan zullen wij hen ook tekst en uitleg geven. Want het is niet iets dat we zo onder tafel willen doen. Dat moet open, dat moet transparant zijn voor iedereen, absoluut. Dus als we overgaan naar 1 afdeling per zone, op dat moment gaan we ook moeten kijken van hoe komen we tot 1 transitrekening, waarop dan de gelden van de verschillende kerken komen. Een stuk blijft naar de parochie gaan uiteraard en een stuk naar de verschillende kerkfabrieken.
Ja, en dan moeten we dan natuurlijk goed afspreken, hè, van wie beheert die transitrekening, hoe komt die informatie bij die persoon, dat we zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt en dat iedereen die recht heeft op een stuk van die transitrekening, de voorganger, de organist, de kerkfabriek, het bisdom, dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Hè. Ja. Want dat is ons uitgangspunt, we willen... Deze hervorming is niet om iemand te benadelen of om iemand iets af te pakken. Iedereen moet krijgen en houden waar hij recht op heeft. Moest u nu achteraf toch nog zaken hebben waarvan u zegt, God, dat had ik moeten vragen of dat had ik moeten zeggen, dat is geen probleem. Laat het weten aan Chantal of Peter en dan raakt dat via Chantal of rechtstreeks via Peter wel bij ons. En dan zullen we u zeker antwoorden op de vraag of de bedenking die je nog moest hebben. Hè? Want het kan best als je dat... Ja, als het bezonken is dat je denkt van God, dat had ik moeten zeggen of vragen, geen probleem, hè? We zijn ter beschikking. Hè? Ja, en ik denk als we nu pastoraal op weg gaan om die federatie stilaan te laten vervellen tot een zone, hè? Dan gaan we ook een zoneploeg hebben, hè? Met mensen hier ter plekke, hè? Met iemand die zich catechezen engageert en iemand, hè? Voor de verschillende velden, samen met de pastor, met Chantal. En dan wordt het ook gedragen door een geheel, hè? Want ik denk dat we dat in heel onze kerk moeten doen. Daarom hebben we ook op niveau van de regio voor een ploeg gekozen en niet voor een deken alleen. En daarom kiezen we ook in een zone, niet voor de pastor alleen, dat hij of zij dat alleen moet doen, maar ook voor een zoneploeg, hè? Met mensen uiteraard uit jullie omgeving. En de meest organische manier om daartoe te komen, denk ik, is dat een federatieploeg met de mensen... Hè? Okay, soms stoppen mensen omwille van leeftijd of andere redenen, maar dat een federatieploeg stilaan naar een zoneploeg toegroeit en vervelt tot een zoneploeg, om het nu zo uit te drukken. Want het is belangrijk dat ook in de kerk dat de zaken samengedragen worden. Ja. En ik denk dat Chantal daar ook van overtuigd is dat hij dat helemaal volgt. Voilà, als u geen vragen of opmerkingen meer heeft, dan wil ik u allemaal nog van harte bedanken. Niet alleen om vanavond naar hier te komen, maar onze bisschop heeft mij ook uitdrukkelijk gevraagd dat overal waar we dit gaan uitleggen en gaan spreken, dat ik u en ook namens onze bisschop uitdrukkelijk zou willen bedanken voor al uw inzet in de parochies, in de kerkfabriek, in de VPW, in het zangkoor, als lector of welke rol u opneemt. Ik wil u daar van harte voor bedanken. Absoluut.